Ja, dat was wel een verrassing toen ik hier gisteren aankwam bij huis. En ik zeg, wat is dit aan? En ik ging gelijk bedenken van wie dat had kunnen zijn natuurlijk. Ik denk, nou, die niet, die niet. Het was inderdaad mijn broer en vrienden van mijn broer. Maar het was wel een verrassing, want het is eigenlijk niks voor mij, nee. Maar stiekem? Ja, hartstikke leuk en super trots, ja, leuk. Ze kon het gisteren zelf ook nauwelijks geloven. Met een marge van dik 4 seconden begon ze aan de afsluitende 5 kilometer. En op de streep hield ze nog 2,5 seconden over. Voor mij is het wel een groot kampioenschap, ja. Het seizoen loopt helemaal nog niet zoals ik wilde. En ik greep op het NK afstand natuurlijk overal naast. Dus ja, dit was mijn laatste... Of het was mijn laatste wedstrijd. Of ik kon nog iets heel moois verdienen. En dat was een ticket voor de week allround. Renate Groenewold, zelf drievoudig Nederlands kampioen allround, leerde Joling jaren geleden kennen in het gewest Drenthe. Nou, er mag wel een beetje meer pit in. Zeg maar, ik vond het een beetje lui. Maar zo lui bleek ze niet. Want toen Groenewold 7 jaar geleden stopte met schaatsen, belde Joling voor haar hulp. En sinds die tijd was Groenewold trainer, vertrouwenspersoon en nu ook teammanager van Joling. En dus betekent de titel van gisteren ook wel wat voor Groenewold. Nou, ik was ontzettend trots. En uiteindelijk heb ik in 2010 bijvoorbeeld gezegd van... Als je een stap wil maken, moet je stoppen met werken. Terwijl ze dat geld hard nodig had. Dus ergens heb ik haar ook wel mijn bepaalde kant op gedeeld. En dan, als het dan nu uiteindelijk uitmondt in een titel... Echt superleuk om te zien dan. Maar ondanks het mooie verhaal van gisteren... heeft Team Victorie nog altijd geen sponsor en begint de tijd te dringen. Joling redt zich wel met de A-status van het NOC-NSF. Maar de situatie voor haar ploeggenoten en vooral de trainers is nijpender. Zowel Desley als Erwin, dat zijn eigenlijk op dit moment vrijwilligers. Het kan niet nog zo als dat we het gedaan hebben. We moeten wel ergens een deadline zetten van als het dan niet klaar is, dan moeten we ook eerlijk zijn. Ik lig er wakker van, ja. En het is nog niet zo erg dat ik er nachten wakker van lig. Maar als ik wakker word, dan speelt het wel door mijn hoofd. En ik ben er erg, ik ben eigenlijk wel dag en nacht mee bezig.